Zeg, Marco, ben je klaar voor? Ja, zeker. Ga je op? Iedereen klaar voor? Yes. Jullie ook? Yes. Thank you.
dat we niet iets aan de warmte kunnen doen. Maar ja, met die dag van de liefde, dan kan het niet anders dat het ook een beetje warm moet zijn. Jeetje Mina, en dan is het zover. Slapeloze nachten. Dan ben ik blij met jullie hier vandaag. Onze eigen muziek. Het was een lange weg. Ben je een beetje verstrooid, professor? Ligt dat aan een nieuwe bril van je? Ja. Ja, dat is mooi. Ja, dat is wel mooi, hè? 0,5. Je lijkt ook meer een kleuter, man. Stom, hè? Koning zeker weer, niet? Ja, ik heb al iets pentatonisch, heb ik wel iets mee, hè? Pentatonisch heb ik wel iets mee, hè? Ja, ja, ja. Sorry, toen ik zwanger was van Mika, waar ben je? Ja. Oh, daar. Hey. Bij oma op schoot. Toen ik zwanger was van Mika, toen ging ik achter de piano zitten. En wilde ik eigenlijk heel erg graag een kinderliedje, een soort van wals, schrijven. En daar is eigenlijk het volgende uitgekomen. Ik zit een beetje, sorry, heel ongeorganiseerd naar mijn glaasje water te zoeken. Maar misschien ben ik die wel gewoon vergeten, dan komt dat straks. En daar kwam uit Sweet Lullaby. En het is een bijzonder lied, omdat we hem straks ook nog een keer zingen. En dan zult u misschien denken, ja, het is een beetje saai of zoiets. Dan moet ik iets gaan herhalen, toch? Daarvoor zijn we niet hier vandaag. Maar dus een hele bijzondere vrouwentekstschrijver van Herman van Veen heeft dus de moeite genomen om die tekst te vertalen naar het Nederlands. Maar we gaan hem eerst in het Engels zingen. Sweet Lullaby. En zoals Mika dan zo mooi kan zeggen, Herman, dat is mijn liedje, hè? Dat is mijn liedje. Your father's up in bed, he's sleeping so tight, so tight, so tight. I'm still up with you, 'cause you can't get through. Tired of singing you sweet lullabies all night.
dankjewel. Want ik heb niet één zoon, ik heb twee hele erg mooie zoons. Misschien wil je even opstaan. Dit is leven, dames en heren. En als je het wist hoe goed hij heeft geholpen samen met Mika. Want Mika is dan de jongste Rodi ever, denk ik. Met zijn 4 jaar. Bijna volgende week dinsdag. Dankjewel, lieve Levi. Want zonder jou had ik hier ook niet gestaan. Want ook jij maakt mijn dromen waar. Ik hou van jou, jongen. Oh,
En van heinde en ver zijn jullie er. Heel erg bijzonder. Ja, af die plaknagel die er afvalt. Dat is dan maar zo. Misschien is dit wel een heel erg goed moment om de band voor te stellen. Toetsen. Het was geen déjà vu voor ons vandaag. Nee. Ook geen rendezvous, was het? De première fois. Heel erg aangenaam. Heel erg fijn dat hij er is. Roland. Deze meneer, hier, de bugel en de trompet, is niemand minder dan Kees. Op de cello, de adembenemende, Manuela. En misschien ziet u hem niet, maar hij is best een lang eind. Daarachter, op de drums. Ze geeft, ja, sta maar even op. Dan kunnen ze het zien. Ja, daar komt hij. Jan. Maar aan één Jan hebben we natuurlijk niet genoeg. Dus daarom doen we er gewoon nog een Jannetje bij. Nee, niet een Jannetje. Corrigeer. Jan. Op de post gaan. En dan heb ik het dankjewel, Jan. Ja, sorry. Backing vocals en heel veel muzikale input ook. Dat podium van jullie. Op percussie, niemand minder dan Femke. Hier naast mij, Wies. Yes. En talent, goed bekend, op de Gypsy Jazz ook. En de heerlijke krullenbol hier is Kangus.
Jullie willen het weten. Ik wil ook heel graag een applausje. Misschien is het niet conventioneel, maar daar doe ik niet aan. Voor Mauro. Yes. En niet ook alleen voor Mauro. Ja, dat is een boel geklapt. Ik snap het allemaal niet. Maar ook, ook voor onze lieve producer. Die zoveel geduld... Ja, je mag achterom kijken, maar het heeft geen zin meer, George. George Koning zit achter. Yeah. Van steun, mentaal, van alles. Echt bizar. Zo, dat windje is wel lekker hier, hè? Oeh. Ja, onze eigen muziek. En het nummer dus, wat we net zongen, dat kent u dus al als Sweet Lullaby. Oftewel het kinderliedje. Maar in het Nederlands heet het Saison Avion. En waarom heet het dan eigenlijk Saison Avion? Omdat mijn moeder altijd, tenminste niet altijd, dat is een beetje overdreven, daar ben ik ook goed in. Af, hè? Omdat ze het liedje Sur le pont d'Avignon voor mij zong als ze mijn bed bracht. Ik weet niet of jij dat ook zong, pa? Nee. Mijn vader had een ander repertoire. Ik kan helemaal niet zingen. Oh, dankjewel dat jij hier bent vandaag. En niet alleen die liefde van mijn moeder is. Heel bijzonder allemaal. Ja, de Franse taal. Ik zing ook graag in het Spaans. Het volgende nummer heet Rendez-vous. Ik hoop dat u het leuk vindt. Instead of death, I'll see how I'll
kan even. Want dames en heren, misschien is hij wel opgevallen. Wellicht heeft u de clip gezien van Jour d'Amour. Geen idee. Dat is het werk van deze meneer hier voor ons in het gangpad. Wat vandaag ook is om een mooie clip te maken van deze presentatie. Want het komt allemaal niet zomaar tot stand. Zo'n hele bezetting ook. Waar ik mezelf ook nog even moet knijpen of het dan echt wel allemaal echt is. En ik kijk naar jullie en denk, oh, het is echt. Vanmorgen om 5:15 de wekker en al die dagen en al die maanden aan voorbereiding en opnemen, alles. Maakte dat het een hele mooie hoge piek was en dat daarna het dal toch weer inzette. Maar het mooiste van een dal is dat er altijd weer een weg naar boven is. En hoe moeilijk dat soms ook kan voelen of kan zijn. Het is er wel. En daar zijn we dan vandaag. Het was een heel voorzichtig klapje. Dankjewel, lieve schat. Dames en heren, deze man, mijn man overigens, voor degenen die dat niet weten, heeft het zo zwaar gehad. Echt schat, bij deze en plein publiek noemen ze dat. En plein publiek, ja, mag ik even aan? Ja, thank you.
de EP, jongens. Dat was de EP. Ja. Ja, dan gaan we nog even wat anders doen. Als u het goed vindt, tenminste. Welke kun jij? Ja, ik dacht eigenlijk een heel ander liedje, maar dat hebben we niet gestudeerd. Dus laten we het maar opstaan. Nee, dus laten we iets met een mooi verhaal. Ja. Toch? Oh, zijn we, of zijn we daar? Ik ben er, ja. Wacht even, Pies. Zijn we daar? Ja, nee, ja, zijn we daar? Ah, ja, iedereen moest eigenlijk nu af en zo. Ja, hij was veel te warm. Jezus. We want more. Yes! Even gaan, oh ja, Paul ook nog die hier vandaag is. Om te registreren, dankjewel. Ik was ook in Doetinchem bij ons in het nieuwe dijkhuis. Toen waren we met z'n twee. Verschilletje. Ja, verschilletje. Ik wil al een stukje van een mooi verhaal vertellen. Als u nog even leest. Heeft u nog even niet te warm? Gaat het nog? Todo bien, señorita? Sí. Ja, de doos was niet zo mooi. Er zaten rouwberichten in. Maar er zat een hele mooie brief in. En uiteindelijk was dat een heel erg mooi verhaal. Want toen kwam ik te weten met wie mijn moeder... menigeen weet het misschien van jullie. Ze overleed 16 jaar geleden. Hoe haar jeugd er een beetje heeft uitgezien. Dus dat was zeker een mooi verhaal. Het is ook een heel erg mooi verhaal dat mijn vader heeft ook zoveel mooie verhalen met mijn moeder meegemaakt. En gelukkig heeft hij een heel erg lieve vrouw. Mijn moeder heet Elke en de nieuwe vrouw van mijn vader heet Ellie. Dus dat is helemaal niet moeilijk, want als je het allebei afkort, heb je gewoon El. Ja? En heel dankbaar voor iedereen die ons steunt. Il en prêche.
zullen we denken aan morgen dat wij zijn hier. Zet een bom aan, zet een beest waar. Zet, zet een beest waar. Durven opstellen en door dingen te delen dan misschien wel iemand anders het gevoel te kunnen geven van hé, daar kan ik ook mee. Een beetje meer kracht. Ik zoek eigenlijk de hele tijd om mijn zusje. Hij is met een kleintje. Oh, hij is met een baby. Understood. Don't let me be the one to stop.